Yo guys, Slash hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag is weer terug Minecraft Hardcore. De vorige keer zijn we hier gebleven in onze base. Wat je een base kunt noemen. Hier zaten dus patatten in. En die zijn nu klaar, dus dat is perfect getimed. Bijna perfect. We hebben ook een stal gebouwd. Het moet de stal voorstellen. It is good enough. Ik stel voor dat we... Laat ik dit even wel dicht doen. Dat ik gewoon even mijn spullen wegtiever. En dat we daarna gewoon de villages gaan bezoeken. Dat lijkt me wel een leuk plan. Ik ga even, denk ik, deze twee pickaxes gewoon samen doen. Voilà, hebben we gewoon een gloednieuwe pickaxe. Let's go. Okay, so here we are. On our horsey. Wij gaan naar de eerste village. Laten we even F5 modus gebruiken. Ik kan redelijk hoog springen, nice. De eerste village was die kant op, als ik het goed heb. Ja, die kant. En de andere was die kant op. In deze aflevering ga ik het nog eens hebben over Joke Schouw. Okay, ja, nee, dat is niet waar. Het zou een beetje overdreven zijn mocht ik het nooit hebben. Dus trouwens, begint het ochtend of dag te worden? Yo. Goed dat ik dat fucking zie. Het begint dag te worden. Laten we dat even niet doen. Laten we eerst even gaan slapen en dan pas naar die villages gaan. Okay. Hier moeten we trouwens ook... Nee, nee. Jongen. Okay, wacht. Laten we even mijn paard verder wegzetten van de cactussen, want die zijn debiel genoeg om daar tegen te lopen. Okay. Ik heb gevoeld dat het niet het snelste paard is. Ah, okay, het is al iets sneller aan het gaan nu. Maar het is een paard, dus ja, we moeten niet klagen. Er zijn ook nog genoeg paardjes, dus als we echt een ander paard willen, dat gaat echt wel vrij gemakkelijk. Het springt ook totaal niet hoog, volgens mij is het legit het slechtste paard uitgekomen. But okay, that's no problem at all. Daar is de eerste village trouwens. We are almost there. Well, eigenlijk de derde village. De derde. Oeh. What have we here? Ah, that's interesting. Misschien kunnen we daar eens een keer gaan minen ofzo. Wel een beetje oppassen strak dat ik er niet in tiver. Dat zou nog wel gênant zijn en kut. Vooral kut, want ik wil deze wereld een donkey. Yo. Die shit is pas awesome. Yeah, I fucking am. Yo guys, glad you're here. What the fuck? Yo. Dat is so fucking cool. What the hell? Huh? Dat heb ik nog nooit gezien. Oké, dan. Hier zijn al patatten. Sorry mannen, maar die patatten zijn nu van mij. Zo, ik plant ze wel terug. Oké, deze village is eigenlijk gewoon even brollen als de eerste village. Er is geen blacksmith, dus alles wat in mijn ogen geen blacksmith heeft, is fucking troep. Dus ik stel voor dat ik hier terug even oprot. Misschien wel even naar het hoogste punt gaan, de village. Hier is geen blacksmith. Nee. Ik ben wel mijn paard kwijt. Mijn paard. Wow, als die daar is ingevallen, dan ben ik wel vrij hard geneukt. Jongens. Dat is gevaarlijk. Is mijn paard hier ingevallen? Okay, nee, dat is er niet ingevallen. Aha. Here you are. Okay. Laten we hier gewoon terug weggaan. This was een disappointment. Maar ook hij. Dat kunnen zij niet aan doen. Laten we gewoon naar de desert gaan. Daar was wel een blacksmith. Ik had vandaag nog over iets praten, over een onderwerp of zo. Maar ik heb hier al geen onderwerp. Dus ik ga eventjes gewoon rustig op mijn paard rijden. En dan ga ik daar gewoon eens over denken. Ik zou eigenlijk wel frustraties kunnen meedelen in verband met mijn YouTube-kanaal. Misschien kan ik dat doen. Ja, ik heb er eigenlijk niks om over te praten. Dus ik doe dat eventjes. Voor degenen die die uitleggers hebben moeten aanhoren, mijn excuses. Je zult het nooit moeten aanhoren. Ja, het is gewoon zo. Maar wat mij dus enorm... Daar is trouwens de tempel van de vorige aflevering. Wat mij dus enorm tyfestering hard niet interesseert, wat mij irriteert. Ja, wat is die berg daar? Dat ziet er al een gigantische berg uit. Just die beetroot heb ik nog niet meegepakt. Laat ik dat ook eventjes doen.
Wat mij gigantisch irriteert is dat de Minecraft Survival video's het echt goed doen. Maar tegelijkertijd gaan de abonnees wel naar achter. Dus ik ben zo'n beetje verward. Het is, ja, ik ben zo van, waar heb ik deze wereld misdaan, you know? Yo, nog meer patatten. Deze villetjes pas, fucking beast. Ik had mij beter hier gesetteld tussen. Oké. Maar, ja, een blacksmith. Wow. En boeken. Damn. Deze village is outstanding move. Nice. Sorry, ik ga al uw boeken meepakken. Maar dat bespaart mij al heel veel ladder. Dus, sorry. Oké. 3, 2, 1, diamonds. That's disappointing. That's motherfucking disappointing. Maar yo, heel dit. What the fuck zijn er. Wat is er mis met de villages in deze update? Ze zijn allemaal zo raar gebouwd. En kijk deze dan. Yo. Oeh, een visie. Ik ga er even naast zwemmen. Ja, daar ook een hoop carrots. Maar oké. Ah nee, dit zijn nog patatten. Oké. Okay. Nice. Nu, het is tijd om terug op te rotten, denk ik. Jo. Maar wat wij gaan doen, wij gaan vandaag eens minen. We need to mine, guys. We really have to. Het begin van deze video was al niet zo super interessant. Er is ook amper interessant shit gebeurd, mijn excuses. Ik dacht echt dat die villages fucking lit gingen zijn. Ja, die waren dus niet fucking lit. Like, mijn fucking oma heeft een betere village ofzo. Oh my god, there's a river. Let's go. Nice. Boom. Oké, mooi. Dus wat we nu gaan doen, we gaan gewoon eens lekker minen. I've been looking forward to this. Deze gaan we even hier allemaal indroppen. Nu dat wij zo fucking OP zijn, heb ik niet nog een pickaxe? Ja. Gaan wij super stevig minen, maar echt niet normaal stevig. Deze kan het einde zijn. Maar ook niet. Letterlijk elke aflevering kan het einde zijn, maar de ene aflevering is wel iets riskanter dan de andere, nietwaar? Ik heb niet zo superveel toortjes. Laat ik nog even een hoop bijmaken. Goed dat ik deze nog zie. Oké. Ik moet heel trots zijn op mijn eigen. Maar voor alle vaste kijkers van deze serie, want er zijn er effectief. Ik kan het zo zien via YouTube-statistieken, dat is next level shit. Oké, ja, nee. Er bestaan meerdere spannere dingen dan mijn YouTube-statistieken, maar ik kan toch wel zien dat de viewtime altijd wel redelijk mooi is. Ik zit altijd rond de 270 minuten. En dat zijn volgens mij altijd dezelfde mensen die dit zien. Dus merci ervoor. Dat is echt super chill. Dat is wel motiverend en zo. Ja, dat is nice. Meer blowjobs moet ik niet geven, denk ik. Beetroot heb ik ook niet nodig. Oké. Okay. Wacht. Voilà. Misschien ook nog even gaan slapen, want het is weer al avond. Dat is echt niet normaal. De tijd gaat weer snel. Dat is niet normaal. Misschien nog snel mijn patatten oogsten voor het slapen, ja. Een nieuw patatje planten. En mooi. Oeh, het was bijna perfect. Oké. Okay. Oh, maar dat komt nog mooi uit. Want ik heb hier juist. Oh, dat is echt satisfying als zo'n dingen mooi uitkomen. Oké, okay, laten we even pitten. En dan kunnen we volgende morgen gaan minen. Golden apple ga ik wel bijhouden. Mocht ik bijna dood zijn, dan kan ik toch nog die golden apple eten. En elk hartje kan mij redden. Want zoals je ziet in de eerste aflevering, was er een moment dat ik ineens nog maar een half hartje had. Besef, de serie was al bijna gedaan bij de fucking eerste aflevering. Besef even wat voor gigantische noob dat ik eigenlijk wel nog ben. Ik dacht legit dat ik een stuk beter was. Ja, teleurgesteld in mijn eigen jongens toch. Wat ik gewoon ga doen, denk ik. Ik ga zo hier zo'n mini-mine starten. Ik ga gewoon hier strip mine doen. Ik denk dat dat het beste is. Dan ga ik de beste dingen tegenkomen en zo. Caveus. En dan kan ik ondertussen over een onderwerp praten. Maar helaas heb ik niet nagedacht over een onderwerp. Dus ja, dat is fucking dom. Yo, ik hoor wel die scary zombie. Yo, we hebben een cave. Dat was gemakkelijk. Ja, yeah, I ain't trusting the shit.
Oké, okay, laat even weg met die. Ja, nice, merci. Ik hoor wel verdacht veel mobs. Iets te veel naar mijn zin. Yo, ik... Waarom denk ik dat ik dood ga gaan deze aflevering? Oeh, daarom. Zo. Yo, ze hebben mij gezien. Oké. Okay. Kom dan. Nice. Oeh, kom dan. En, ja, oké, okay, dat is er al één. Laat ik even. En. Oh, fuck, hoe zit je nog? Oké, okay, maakt niet uit. Even alles op het toortje. Oh, deze shit is spannend, boys. Oeh, ja, maar daar beneden moet toch wel diamond liggen. Ik heb zo kapot veel stress. Besef dit even, hè. Ah, fuck. Zo. Het is wel kut dat je zo tegen skelt, dus je kunt er niet veel doen om die te ontwijken of zo. Oké, okay, nice. Hier is het safe. Het is echt belangrijk dat we alles mooi oplichten. Oeh, deze shit is spannend. Zo even gaan minen. Damn. Het is trouwens een heel goede keuze van mij om daar gewoon even naar beneden te gaan minen. Ik heb dat goed gezien. Na die niet spannende village shit. Dus ga ik grotendeels knippen gewoon, want het was gewoon zo fucking saai, er was niks te zien. Is dit toch wel een stuk spannender? Ja, het minen. Zeker te weten dat dat een hele goede cave uitziet. Oh, fucking hell. Oké, okay, daar moet ik dus iets voorzichtiger zijn. Maar ik pak wel alle eieren mee. Want ja, dat is... misschien hebben we het niet meer zo hard nodig, maar... Experience is experience, snap je? Daar moeten we ook wel aan denken. En misschien kunnen we bij de, tegen de voor de 10e aflevering al naar de Nether gaan ofzo. Dat is wel cool, hè. Oké, okay, is hier nog iets? Ja, maar... Oké, okay, hier is nog wat iron. Sava. Ik moet ook de weg niet kwijtraken, maar op zich... Als ik de weg kwijt raak, ik mine gewoon naar boven. En als ik die weg helemaal kwijt raak, dan kijk ik wel terug mijn videomateriaal. Ik heb... Ergens moet toch wel een coördinaat staan, hoop ik. Dat hoop ik toch. En als we de base niet terugvinden, ja, dan... kan ik nog altijd wel winnen, zeker. Ah ja, winnen. Overleven. It's all about surviving. maar ik moet wel eventjes rustig doen. Oké. Okay. Ja, ik moet toch wel die diamonds vinden, deze aflevering. Zou wel leuk zijn. Ja, dat is sowieso leuk om diamonds te vinden, maar ik snap wat ik bedoel. Oei, 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 dat zijn geen diamonds, hè. Dat is iets anders, hè, vriend? Oké. Okay. Ik ga het hier even al oplichten. Oh. Yo. Een axe is veel beter voor creepers. Oké, okay, dan moet ik onthouden. Laat ik even dit gold wel mee pakken. Oei. Hoe is mijn armor? Oké, okay, armor perfect in orde. Ja, bedankt de game, maar ik weet ondertussen wel hoe dat fucking gold werkt. Skelly. Welk niveau zit ik? Oké, okay, ik kan diamonds tegenkomen. Ik zit op het niveau. Dat is trouwens die gigantische dingen. Die gigantische mindshift. Oké. Okay. Yo, hello there. Voilà. I don't trust this, so... Voilà, oké. Okay. Outstanding move. Dus dat had ik misschien wel beter gedaan, een bucket van water meegepakt. Ik kan ook even deze kool meepakken. Oké, okay, ik dacht dat het meer was, maar oké, okay, het maakt niet uit. Zo. Onze eerste 20 torches zijn toch al bijna op. Ja. Oh, ik heb zoveel schrik om fucking dood te gaan. Dat is niet normaal. Dus ik ga altijd eerst alles eerst goed oplichten voor ik echt effectief begin te minen. Ja, this shit is getting fucking dangerous. Oké. Okay. Nice.
Ja, buiten Redstone is er niet veel te beleven. Gewoon hier. Dat lijkt me niet zo'n goed plan. Oh, ik heb één blokje. Mooi. Satisfying. Wacht, laat ik even de deur pakken. Oké. Okay. Ja, hier zit je, motherfucker. Motherfucker. Yeet. Nice. Yo! Never mind. There they are. There they fucking are. Let's go. Ooh. Zal ik deze doen? Ja. Is dat één diamond? Is het zoiets? Ah, serieus? What the fuck? Dat is gigantisch gay. Holy shit. Niet tegen homo's. We zullen shit moeten oppassen wat je zegt. Hè. Maar oké, daar is niks aan te doen. We hebben toch een diamond, komt slechter. Maar dat is wel fucking disappointing. We kunnen een diamond schep maken. Dat kunnen we doen, een diamond schep. Oké. I don't need you. Ja, ik ben toch wel vrij iets te gevaarlijk bezig. Oké, ik heb al minder schrik dan in het begin. Ik krijg mijn... ik krijg alles onder controle nu. Ik hou ook oeh. Motherfucker. Oh, een spider. Heel tief maar naar beneden, fucking kunt. Ja. Au. Au, au. Ik heb een weg bouwen naar die redstone. En dan ga ik eens kijken voor een andere cave, want deze... deze is echt nog fucking shit. Deze is echt nog shit. Oké. Okay. Yo, thanks for the redstone. En nog eens lapis lazuli gevonden. Dat hebben we ook nog nodig trouwens. Als we gaan enchanten. Ik kan eerlijk zijn, ik weet de weg echt totaal niet meer. Ja, maar ik vind het wel. It's worth so much. Alhoewel, ik denk dat ik het wel nog kan vinden. Ik heb net flashbacks en ja. Komt goed. Oké. What have we here? Niks speciaal. Dat is zeker. It's a trap. Wacht, hoe de fuck kom ik hier? Ah ja, zonder door. Oké, dus ik stel voor dat we een andere cave gaan zoeken. Pak dat ik deze kobalt nog mee pak. Moet er niet te veel. Oh, er ook gewoon amper zombies, alleen maar skeletons. Welke biome zit? Oeps. Welke biome? Desert, dacht ik al. Ah ja, we zijn naar de fucking desert te minen gegaan. Sorry, forgot about that. Sorry. Yo. Ja, die andere kogel was te ver, daar ga ik geen moeite voor doen. Ik heb wel iron overgeslagen, lijkt het. Maar er is nog een andere cave naar beneden, daar moeten toch wel meer diamonds liggen. Hoeveel kool heb ik al? Ik wil toch zeker weggaan met een stack van kool. Moet ook niet overdrijven met kool, maar hoe meer kool, hoe beter natuurlijk. Shit is pretty dangerous down here. Okay. Wow. I ain't trusting this. Man. Okay. Mooi. Fixed it. Ah, nog een andere shit of wat? Of dat? Nee, dat is nog een andere. Nice. Oké. Er ligt ook heel veel gold. Laten we hopen dat deze iets meer belovend is. Ik stel voor dat we andere ravijn de volgende aflevering doen. Als ik dan nog leef, want ik kan nog altijd doodgaan de komende minuten. Dat is wel heel pessimistisch, ik weet dat, maar... maakt niet... Ah, hey! Goed dat ik dat heb gezien, dat heb ik nodig. Oké. Okay. Mining the iron. Nog meer gold. Maar gold is wel goed. Misschien kunnen we dan een notch apple maken voor tegen de Ender Dragon. Ah, hey, lapis. Waarom lapis echt aan het verstoppen voor mij? Stop er eens mee. Met dat verstoppen. Grappig, ja, mij. Het moet komiek worden, denk ik. Ik
ga nu meteen stoppen met Minecraft-video's en met mijn richting. Ik word gewoon komiek. Oké, al de gold weg. Als ik geen diamonds meer vind in deze aflevering... Nee, als ik de volgende aflevering ook geen diamonds vind, dan maak ik met die ene diamond een diamond schep. Dat is puur verspilling, maar oké, dan. Maakt niet zoveel uit. Eigenlijk wel. Just. Ik wil de overkant wel eens checken, maar de mineshaft, dat is voor de volgende keer. Oké. Okay. That mineshaft is looking pretty good. Actually. Oh shit. Shit is getting scary. Ik ben gewoon een gevoel te krijgen dat ik hier in een rondje loop. Oké. Okay. Ik haal deze iron ook weg. En dan kunnen we de volgende keer aan dat mooie ravijn daar gaan beginnen. Nog meer iron. Ik heb al nog geen stack iron. What the fuck? Had ik wel gedacht. Van gold heb ik ook al heel wat meegepakt. Maar voor die notch apple gaan we 64 gold nodig hebben. Dus we kunnen het wel gebruiken, zeker. Ik weet ook niet voor wat kan ik gold nog gebruiken eigenlijk. Buiten die notch apples. Geen idee. Gewone golden apples? Nee. Maar die notch apples ook echt wel voor wanneer het... Wanneer ik echt gewoon maar anderhalf hartje of twee hartjes heb of zo. Dan gebruik ik dat wel. Oké. Okay. Ik moet niet zien dat een skeleider... Deze moet denken aan Skywars. Oké, wacht. Ik kon ook ergens nog naar boven gaan hier. Niet waar? Ja. Oké, okay, dat is gewoon een ander zicht van de ravijn. Yo, maar ik hoor wel eens Kelly. I ain't liking that. Als ik er nu zo word ingeschoten, oké, okay, nee. Ik heb dat eens. In mijn eerste survival ben ik zo dood gegaan. Op het moment ziet het er niet veelbelovend uit, om eerlijk te zijn. Maar oké, okay, dat is voor de volgende aflevering. Ik ga het hierbij laten. Dus vond deze aflevering van Minecraft Survival hardcore leuk? Was een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer meer. En ik zeg ciao.